just wanna get loose when the beat drops. Yo mensen van Reti Games, vandaag ga ik naar Duitsland, nieuwe rensvlog, en ja, let's go! Yes, we zijn in Duitsland en ja, gelijk weer file. We zijn nou in Koningswinter of zo en dat is vlakbij Bonn. En we gaan daar zo achter mij, is een of andere berg of zo. En dan gaat de tram gaat omhoog. En dan kan je een kasteeltje of zo bezoeken. Dat gaan we dan doen. Hier is ook een treinrails en hier komen zoveel treinen langs, jongen, dat wil je niet weten. Ze zijn nou al dicht. Om een minuut gaan gewoon die dingen dicht en dan komen er twee treinen langs. Dit is er allemaal. Kijk, met dit trammetje ga je omhoog. En dan, ja, dat is een schilderij of zo. En dan heb je, oh, even over het gras lopen, geen idee of dat mag, maar ik doe het gewoon. En dan heb je zo'n kasteeltje bovenin of zo. En dat blijkt heel mooi te zijn. We zitten dus in de trein nou. Kijk daar, zo gaat hij omhoog. Hey, mooi. Nou, daar hebben we dus de Rijn. De Rijn, ja, ja, ja. Het waait hier fucking hard. Holy shit, dat is fucking hard. Dan hebben we daar zo, zie je dat, die piek van dat torentje? Ja, dat is dan de ruïne. En daar gaan we ook even heen. Ja, we zijn al een beetje bij de ruïne zo. En ja, er staan allemaal van die bordjes levensgevaarlijk, dat je niet helemaal op die muren mag klimmen hier zo. En torentjes. Jongen, uitsteksel. En we gaan nog veel hoger dan net. Oh, kijk, wacht even. Kut, dat kan ik net niet zien. Ik film wel als ze helemaal boven zijn, oké? Nou, we zijn nou helemaal boven. 350 meter hoog of zo. En het bleek eerst een vulkaan te zijn, vroeger ooit. Maar die is nou dood of zo. En dit is het uitzicht best wel kut, want het is mistig. Maar anders is het wel groot, zeg maar. Nou, we zijn weer naar beneden gegaan, want ja, het was een beetje klaar daarboven. Het was bijna helemaal niks. Ja, alleen uitzicht. En dan gaan we broodje eten. Ja, dan ga je het koud of zo. Eskimo. Brr, doe het Eskimo. Nee, daar gaan we het maar niet over hebben, want dat is echt een kutlied. En we gaan nou weer met de trein naar beneden zo. Even wachten. Daar hebben we hem hoor. Hoppakee, kijk. Ja, echt leuk. En je hebt beneden station. In het midden heb je station en een bovenstation. En wij zijn nu op bovenstation. En we gaan nu naar het middenstation en dan gaan we daar ook weer kijken. Daar gaan we weer naar beneden. Nou, we zijn uitgestapt en dan gaan we nou hier zo heen. En als je intree moet betalen, zijn ze echt vieze afzetters met al hun geld dat ze willen. Hier was het treinspoor en daar gaat het treintje net. Ja, dat zie je net niet meer. Dan gaan we daar weer terug in de trein. Oké, dan moet je nog 6 euro gaan betalen ook nog. Nou, dat gaan we dus waarschijnlijk niet doen. Ja, dikke afzetters. Moet je eerst betalen om het treintje, tientje, de man voor het treintje. Dan moet je ook nog betalen voor dit. Nou, dat gaan we niet doen, hè. Hey. Even hele dikke lul dat wij daar geld voor betalen. We gaan mooi weer terug naar beneden in de trein. Nou, we gaan niet wachten op de trein, want dat duurt nog 10 minuten. En tegen die tijd zijn we al lang beneden.
Rennen! Oh, bergafwaarts! Vakantie gingen we helemaal 7% naar beneden en nu gaan we 20% naar beneden. Dat is gewoon, weet ik veel, vier keer zoveel. Nee, drie keer zoveel als op vakantie. Nou, we gaan het zien. Nou, we lopen ondertussen weer recht. Nou, dat lijkt dan, hè. Want dit is recht, even. Dus kijk, we zijn nou even zo, zijn we recht. Even recht, recht, recht. Bam, 20% naar beneden. Wow, gek. Echt fucking stil. Nou gaat het zeg maar nog steiler naar beneden. Kijk, even voor het idee. Dit is zeg maar recht. En zo gaat de weg. Dit is zeg maar recht. Boom. Wow. En dit is omhoog. Wow. Ja, we zijn er weer. En kijk deze trein dan. Echt een groot ding, jongen. Dat is bij de Efteling, alleen deze is echt drie keer groter of zo. Mooi. Oké, ik ga hier in de Rijn kidsen. En dan ga ik naar Nederland en dan ga ik naar Nijmegen en dan vang ik mijn eigen kids op. Ja, zullen we dat doen? Even spugen hoor. Daar leed het ergens en het regent een beetje. Oké, dan gaan we het even in Nederland gaan we het even opvangen. Ja, we zitten weer in de auto, jongens, en we gaan naar Bom. Bom! Bom, we zijn er weer naar beneden. Ja, jongen, die dingen die gaan echt onder 10 seconden naar beneden, man. Hallo! We zijn nu in de kamer, of niet? Nee, dit is niet oké. Nee, dat is niet oké, jongen. Ik lig gewoon op mijn bed. Nee, hey. Je ligt op mijn deel, wegwezen. Ja, dat is dan kut voor jou. Nou, we hebben allemaal Clash gespeeld en we gaan nou weer naar het hoi, centrum. Hoi. We zitten in de restaurant. In de restaurant. Ja, goed Nederlands. Nou, dat maakt niet uit, want het is vakantie en we zitten in Duitsland, dus hoef je geen Nederlands te praten. Ja, misschien wel. We zitten in een restaurant. Ah, grappig. En vijf voor vijf is het. En ik ga pizza eten. Lekker. Nou, dit is dus een pizza brood die ik heb besteld. Een pizza brood, je hoort het goed. En dit is het voorgerecht. Ja, er zijn al twee stukjes uit. Maar ik had nog een pizza besteld. En die is even groot waarschijnlijk. En dan hebben wij hier zo nog de pizza. Oké, dit is mijn hand. Hij is er nou op. Groot. Mooi. Zo jongen, die pizza. Die zit erin. Ik zit vol, jongen. Daar word je gewoon niet goed van. En nou ga ik even pissen. Oh, je ziet het niet heel goed, maar hier zo. Waar wij heen. Het is een bon en ja, het is zeker een aanrader. Niet al te duur. Dus het gaat erin. Het is alleen een beetje moeilijk te vinden, want het is namelijk hier zo. Hier zo. En het is vlakbij. Busstation. Nou mensen, we zijn weer terug. Hoppakee.